Hallo, Andy. Ja. Komt de pleasure van Lens. God, gek was twee lang geleden dat hier nog eens gespeeld. Ja, absoluut. Het was voor Sarah Bennett. Dat was met de vorige plaat. En aangezien dat wij niet zo snel werken, wel snel, maar we spelen veel. Dus we zitten altijd veel tijd. Vier of zo? Ja, dat ja. Is die nog altijd tussen een rare tijd aan het meten? Of is het een beetje tegenwoordig? Meer dan ooit. Ja, het is dat, ja. Het is meer de laatste tijd meer zo op ritme gebaseerd en het groeft meer. En dat is voor ons wel niet. Maar er zitten heel toegankelijke dingen in en daar zitten meer experimentele dingen op. Ja, ga je dat vanavond een beetje aanpassen aan? Ja, want minder makkelijk, minder toegankelijke dingen. Wat doen jullie dat? Het was altijd een zit aan of dat een grote podium moet of niet, maar het is onder de bomen. Ja. Het is een beetje parkachtig waar we spelen en het is al redelijk laat. Dus het is goed weer, het is warm en dan kun je echt wel wat meer chill zijn. Dus ik denk niet dat we een zware rockset gaan spelen. Ik denk dat we gewoon dan echt gewoon school spelen. Ja, dat is ons bedoeling. Kan je dan oude dingen doen? Ga je gegarandeerd kijken krijgen van dat ding van Gary Newman nog eens bouwen? Maar maar dat doe ik al lang niet meer. Dat komt ooit wel een keer terug, maar oude dingen. Dat kan, dat heb ik van een tijd af. dat zit zo in de biscuit. Maar Helium Sunset spelen we zeker altijd. En dat gaat juist uitkomen van tijdstip, denk ik. Ben je zelf als artiest een beetje gegeven? Ja, ik denk dat wel. En dat is toch de bedoeling ook. Van altijd te blijven zoeken. En je ziet dat we altijd samenwerken. En ik denk, we moeten zelf je grenzen verleggen. Uitdagen een beetje buiten jezelf zoeken. Maar ik denk wel dat dat lukt. Ik denk dat elke plaat dat we maken echt een stap in een of andere richting. Ben je kon hier bezig gaan? Ja. Volle bak. Ik denk volgend jaar. Het wordt weer een volledige solo plaats. Zonder mooi toch? Helemaal alleen. Ja. Dus een beetje raar. Dat is wat we erbij gaan, om meer kracht te zetten. Nee, dat is niet om meer kracht te zetten op een stage. Dat was omdat je maakt een eerste plaats. Dat is een neerslag van alles wat je tot dan hebt gemaakt. En dan daarna wil je muzikaal gewoon iets verder exploreren en dat gaat goed en dat is leuk. En White Velvet is niet gesplit of zo. Het is gewoon. Ja, absoluut. Maar door de jaren heen ben ik wel op mijn eigen ook nummers blijven schrijven. Op mijn piano, die daarom niet paste voor de groep. En ik heb ook leren anders piano spelen. Veel meer. Met de groep moet ik veel meer ondersteunend. Ja, ik mag niet alles vol spelen. En nu had ik zin om via een hele grote omweg, want deze plaat heb ik veel nummers gemaakt op computer, in GarageBand en met loops en grooves en op gitaar. En allemaal dingen om mij uit mijn element te trekken. Zo. Maar nu heb ik zin om nog een keer dat te doen, helemaal alleen. Je gaat je eerste girlfriends van de eerste uurtje gaan aanvragen. Ja, dat weet ik dus niet. Want het is intussen wel een stukje ouder. Maar... Ja, dat geeft niet. Als, mensen, het publiek is, zijn de mensen die het graag horen. Ja, dus maar we zien of dat is. Maar ja, ik weet het niet, want ik ben natuurlijk ook veranderd. Het gaat geen Mud Stories Part 2 worden, denk ik. Maar dat zien we wel. Ik ben er nog aan bezig en ik heb al 15 nummers. Hoeveel heb je er nodig om een selectie te maken voor jezelf? Dat weet ik nog niet. Ik ga daar ook geen aantal op zetten. Ik blijf gewoon schrijven totdat we beginnen opnemen, echt voor echt. En dan vinden we wel op een bepaald moment een rode draad. Maar je maakt wel terug een album, ook fysiek uitgebracht. Dus weer, ik ben van trouwens stemmen. Ja, dat mag ook niet hebben. Ik zie het trouwens, ik heb hier ook jazz in dingen gegaan. Ik ben eigenlijk niet zo'n jazz kennen hoor. Ik heb een aantal jazz dingen dat ik heel heel graag hoor, gelijk Bitches Brew van Miles Davis. Dat is een hele grote ik geweest, vooral ook voor. Maar nu gaan we naar Bologna, ook voor de UNESCO.
En dat gaan de Beregieren zijn. Dat is een jonge jazzgroep uit Gent. Zeer, zeer goede muzikanten. En daar kijken we dan naar uit om daar eens iets mee te doen. We gaan dan ook zo wat van die nummers. Je zet dan weg van thuis. Dick van der Harst en Gabi Rios gaat daar ook zijn en zo. En, ja, de bedoeling is van elke dag te repeteren en s'avonds 20 minuten een project te doen. En ik denk dat dat dan in die richting een beetje... Maar ik ben geen theoreticus. Nee, nee, dat is duidelijk. Jazz te spelen moet je akkoorden kunnen en heb je, kan dat niet. En weet je, een stijl, dat maakt mij niet uit. Ik bedoel, als het mooi is en als het dan wel nieuw kan zijn en geamuseerd en het klikt, dat is wat dat muziek tof maakt. Hè? Ik heb ook My Stories nummer 0 dan het Engels, maar het nummer 0. Ik ga om 6 uur morgens aan een groep in Antwerpen. Terwijl we ons zaten waren. Dat smelt zo mooi samen. Kan je dat voorstellen als onzin scenery? Heb je af en toe in je achteraf van wat met je nummers gebeurt als mensen daar naar luisteren? Op welke ogenblikken, welke situaties dat gebeurt? Ja, en overlaatst heb ik er zelfs iets heel specifiek mee gedaan. Af en toe maak ik ook mensen voor andere, nummers voor andere mensen. En met Music for Life waren we ook al een paar jaar geleden verloot liggen veld om op een huwelijk te komen spelen. Ja. En dat is heel goed en dat is heel tof. En onze muziek is daar perfect voor, maar die teksten, het loopt altijd slecht af, bleek. Dus nu heb ik over de laatste keer echt, het is melancholisch, maar het is echt in mijn gedachten van, nee, het is, moet mooi zijn. Een keer geen ironie, alleen er zit natuurlijk wel weer iets humoristisch in de tekst, want het is niet allemaal roze slijmerig, maar het mag een keer mooi en goed aflopen. Ja. Zo'n dingen begin ik nu af en toe een keer zo te doen, zo van, ja, we moeten wijgen niet altijd, hebben. Ja. En voor de rest in de auto marcheert onze muziek uit. Graag, hè? Het is inderdaad autostrade muziek. Ik kan mooi ons laten draaien terwijl je naar Frankrijk kijkt. Ja, en zeker de laatste plaat, omdat dat dan toch meer, zo die... Het is Frankrijk, Frankrijk doe je dat nog? Dat is wat je vroeger graag vond. Ja, nog altijd. Ja. Heel graag. En dat publiek daar, is dat een beetje verschillend van hier, kritisch Vlaanderen? Ja, dat is toch een heel ander soort publiek. Het is een zeer trouw publiek ook. En in Vlaanderen zijn mensen rapper geneigd van echt stil te zijn en te luisteren. En ze houden hun applaus voor helemaal aan het einde. En dat blijkt dat ze het heel tof hebben gevonden, maar... Zeg je dat ja, wel, maar... vanaf Wallonië of zelfs Nederland of zo, dan is dat nog veel extraverter.